allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Reemers en ik ben aan het draaien. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online gaat komen. Dat is toch wel handig en dat is nog integraal volledig gratis. Ik ben nu naar Buwel Kiewiet aan het rijden. Alhoewel dat ik weer al lessen heb van Peter en Meterschap. En ze zijn overal aan het kuisen. Olé, olé. Ja, ze zijn hier op de straat aan het kuisen. Olé, olé. Ja, ik ben vandaag wel vrolijk dat ik weer al lessen mag volgen. Jawel, voor Peterschap. Dan gaat de tijd ook weer al wat rapper voorbij, want het is wel een hele leuke cursus, een boeiende cursus, moet ik wel eerlijk toegeven. En dan nog iets. Ik hoop dat jullie ook al hebben genoten van de timeslap van deze morgen. En ja, ik weet, ik heb de Q&A niet gedaan gisteren, want er was iets tussen gekomen. Dat is ook heel erg laat geworden, ook op de chat. En dan nog eens de Q&A, nee, lukte mij dus totaal niet. Want er was wel heel erg wat vraag naar, ook voor naar de chat te komen bij deze. Je nadert de roodlichtcamera. Voilà, bij deze. Ik ga nu weer terug opletten, want jullie hebben het gehoord. Mijn GPS staat ook nog aan voor naar Kiewiet te rijden. Ja, het is niet mijn dagelijkse rit, dus ik moet toch sowieso nog wat de GPS hebben. Dus ik zal zeggen, tot straks. Yo. Allee, waarom doet die weer al zo moeilijk? En het was al een filmen. Ah. Ja, mensen met een auto deden wel even wat moeilijk. Ik ging even in overdrive. Kijk eens wie ik weer al bij me heb. Hallo. Ja, dat is al lang kunnen zien eigenlijk. Ja, en ik ben haar mama ook naar thuis gebracht. Omhoog van, juist zo na 2 belde ze mij op. Zeg, kunt je mijn mama eens naar thuis brengen, hè? Ja, weet je waarom dat was? Omwille van de onweersbuien. Ja. Onweer/bliksembuien. Ik had schrik en mijn mama die vindt dat sowieso niet leuk om dan nat geregend te worden. Dus ja, ja daarom. Ja. En dan ga ik u nog iets zeggen, dus kijk eens wat ik vandaag gedaan heb. Je nadert de roodlichtcamera. Juist, ja, dankjewel. GPS, ik kunt er even zo door flatst. Ik heb weer al dus lessen gevolgd van Peter en Meterschap. Donderdag is de laatste keer, jammer genoeg. Ja, het was wel echt heel leerrijk. Dus we hebben geleerd hoe welke bevestigingen van BWL's wat gebeurt en al. Een klein stukje over het arbeidsreglement. Hoe we best ons kunnen voorstellen naar nieuwe collega's toe en welke types dat er zijn. Ja. En dan werd ook dan weer ook gequist. Ja. We hebben maar 1 fout gemaakt met ons team. Toppie. En de gebarentaal. De gebarentaal was vandaag niet in de pas gekomen. Het kan zijn dat het dan donderdag is. Is het dan een examen? Ze zeggen dat er een examen gaat zijn, ja. Zodat op de juiste race op schat. Ja. Ja, ik ga dus nu eerst richting mijn ouders rijden, dan gaan we wat rondrijden. Het kan zijn dat ik misschien mijn laptop meeneem voor de Q&A. In de auto dan? Ja, in de auto, ja. Dan kunnen we ook de vraag dan zo wat beantwoorden, want er moet dringend een Q&A weer ook gedaan worden. Ja, dat is wel jammer van gisteren dat er iets is tussengekomen. Dat wel. En ik sta hier nu tussen twee vrachtwagens. Achter mij een vrachtwagen, voor mij een vrachtwagen. Oh. En daar kan ze het niet te goed tegen, hè schat? Nee. Maar heb je echt schrik van vrachtwagens? Ja. Waarom? Omdat ik al een ongeluk heb zien gebeuren met... Wat? Kijk naar die auto's. Ja. Wat daar bovenop staat. Dat zal ik ook laten zien aan de kijkers. Kijk waar hier trek langskomt. Qua auto's vanaf nu. Ja, dus ik ga jullie die even heel snel terug ophangen. Je ziet haar even nu niet. Voilà, nu wel. Dus ik ben nu integraal even aan het rijden naar mijn auto's toe. En ik was ook juist op het juiste moment ook vertrokken in Buwel en Kiewiet. Want vijf minuten nog niet, zelfs 2 minuutjes later begonnen te gieten. Ik bedoel heel hard te regenen. Want ik was weer al plat bezig, niet meer ABN. Gieten. Dat is plat hasselt. Ik zeg ook meestal tegen regen en het is aan het gieten. Maar eigenlijk is dat niet normaal dat we dat gieten noemen. Hè. Dat is ook wel eigenlijk moet je zeggen, de mensen die daar boven liggen, die zijn aan het pissen. Ja, dat zeggen ze ook meestal. Ofwel dat als het sneeuwt. Wat als het sneeuwt, wat zeggen ze dan? Daar ben ik niet eens benieuwd om. Dat weet ik niet. Dat ze hier van boven de kussens zijn aan het uitkloppen. Die is wel goed. Ah. Daar was je niet op gekomen, hè? Nee. Ah. Maar dat heb ik ook nog nooit gehoord. Oké. Allee, ik ben nu bij mijn ouders dichtbij thuis aangekomen, dus ik ga gewoon het eten uithalen, het was aftroppen en dan zijn we terug. Ribbidibie. Ik ga even naar mijn appartement toe voor mijn laptop te halen, kunnen we ook een stukje Q&A doen. Ja. Want ja, het moet echt gebeuren, want van uitstel komt afstel, zo ja. Is het. Ja, ik heb vandaag veel les gekregen dat ik zo wat niet uit mijn woorden raak. Allee, ik zie jullie zelfs. Hallo kijkers, kijk, ik heb ook mijn laptop mee, dus ik kan hier even op locatie de Q&A doen, hè schatje? Ja. Dus we gaan hier de Q&A doen van YouTube. De eerste vlog die we gaan bespreken en beantwoorden is... Je gaat jullie ook hier dus echt zo geen kadertje zien, jammer genoeg, van als er minuten of zo erbij moeten zijn. Vlog nummer 867. 2 reacties. Hugh G Reaction. Leuke video, maar zou het kunnen dat de videokwaliteit minder goed is geworden? Ja, dat klopt. Omwille van, ik heb een barst aan de achterkant van mijn zijde aan mijn camera's. Ik ga sparen dus voor een nieuwe gsm, dus dat ik opnieuw terug deftige filmpjes ook terug kan afleveren. Bij deze zit je dan ook al op de hoogte, maar omdat even de vlogs wat minder kwaliteit zijn. En desnoods wil ik voorstellen aan jou, als wij nou eens zoiets gaan doen, dat we het met mijn gsm gaan opnemen als je de natuur wil filmen. Voilà, dat kunnen we ook doen. En dan hey 69, first, toppie. Dan gaan we door naar de volgende vlog. Vlog opleiding plus Q&A. 9 juni 2020, 868. Daar zijn 6 reacties op gekomen. Ben verdikt. Waarom moeten we dat kindvriendelijk houden? Als uw kijkers plus 18 zijn. Niet alle kijkers zijn plus 18. Ik geef dat ook duidelijk aan, want ik heb ook fans... die onder de 18 jaar zijn, die dicht bij mijn thuis wonen. Dat klopt, want die heb ik ook gezien. Voilà, hier een bevestiging. Dan, Ben verdikt opnieuw. 4.05, Gisse Lubas. Wat bedoelt je dan daarbij? Eens even kijken. Reclame gemaakt ook voor hen. En de les gisteren was ook top. Want ik weet dat ze nu naar deze vlog zitten op te kijken. En misschien nu op wat zitten blozen. Het was heel leuk. Dat mijn lerares zat te blozen, ja. De lerares heeft wel gezegd dat ze naar mijn vlogjes heeft gekeken en dat ze het echt ook heel mooi vindt hoe ik de videobewerking ook doe. En BWL begint ook vragen te stellen als ik het misschien ook nog in een opleiding ga krijgen, misschien ook nog een videobewerking, dat ik misschien nog in een bedrijf maar kan gaan filmen. Wie weet, wie weet, wie weet. Dan, Ben verdikt. 1653, wie is dat? Sonic the Hedgehog. Dat is dus de muis waar je zo die ringetjes moet bijvangen. Dat bestaat al redelijk lang, al sinds Sega 16-bit. Ik heb daar de allereerste Sonic, heb ik thuis liggen. Maar kan ik jammer genoeg niet spelen, omhoog van ik heb niet de juiste bekabeling die kan aansluiten op mijn tv. Ben verdikt weer. 3256, kreeg je hier een autistische aanval, Dimitri? Ja, daar heb ik naar gekeken. Oei, bevestiging al vanuit. Ik ga even terugkijken. Ja. Dat is door mijn autisme. Ja, Ben verdikt. Je ziet toch echt alles, hè? En dan Carolien Neven, autistische aanvallen bestaan niet. Die wil gewoon grappig zijn, beetje lol maken. Daar heeft Carolien weer al gelijk in. Ah, ja. Carolien, men ziet dat je ook nog altijd naar mijn vlog zit te kijken. En meisje, wij missen u. Dat klopt. Want zij kent haar ook in het echt. Ja. Dus dat is geen slecht bedoeld, dus als je nog eens wilt afspreken, laat iets weten via een PM of zo, Carolien. Dan spreken we nog wel eens af. Sowieso. Ook voor u, hè, Tamara en Mano. En als Simon Buys wilt afspreken, dan kan ook, hè. Ja. 869. Daar zijn in totaal 2 reacties op gekomen. Ben, je doet dat echt wel heel goed, hè? Hebt jij al veel ongevallen gehad, Dimi? Vertel er eens over. Ik heb nog nooit een ongeval zelf... Ik heb 1 keer een ongeval zelf gehad. Maar daar was niemand anders bij betrokken. Alleen, ja, ik heb mijn magen. En... ik zal het subiet daar nog verder over vertellen. En dan heb ik ook nog 2 keer... een ander ongeval gehad dat ze tegen mij hebben gezeten. Zowel vooraan als achteraan. Dus, ik zal dan nog eens even het ongeval van mij nemen. Dat is, ja, ik ben achter het stuur in slaap gevallen. Niet goed, hè? Hoe het is gekomen. Mijn toenmalige vriendin zat dus ook langs mij. Maar die lag te slapen. Maar de dag daarvoor hadden we een ganse weekend een LAN-party gehad. Oh, zo vermoeiend als iets. Ik had mijn LAN-party-spul maar onder de trap gezet. En ik had dan ook tegen die schat dan gezegd. Ja, ik kom morgen vroeg al heel vroeg naar u door. Ik ga nu slapen. En bla bla. Maar ik kon die niet direct gaan slapen. Want mijn geburen. Niet zeggen. Dus mijn geburen. Ja... de dochter was 18 jaar oud en dat huis stond daar al redelijk lang leeg. Ja, haar mama had dan niet liefst gezegd van, ja, ga daar dan vieren. 10 uur s'nachts is het nachtlawaai, hè. 11 uur s'nachts, 12 uur s'nachts, zondag op maandag, hè. Dan om 1 uur s'nachts, nog altijd, Oké, nu is het genoeg geweest. Ik dan naar de politie gebeld, daar ook gezegd van, ja, dat is nachtlawaai. En er was ook nog karma on the bitch. Zit er ook nog in aan te komen. Want de politie kwam daar aan. Maar deden daar ook nog sommige jongen. De ene kant ging hangen aan die deur. De andere jongen ging hangen aan de andere deur. En die vertrokken in 1 keer. En juist om de bocht. Woep. Ja, de politie. Omdat ze daar waren voor nachtlawaai. Die lieten eerst hier nog te stoppen. En ik heb een klein beetje kunnen meehoren. De rijbewijs werd direct onmiddellijk ingetrokken. Maar goed ook, want dat is een gevaarlijke situatie. Dus je moet niet aan een deur gaan hangen van een auto of van een camion of eerder whatever wat rijdt. Zwaar, hè? Doe dat alsjeblieft niet. Dus Om 1:30 s'nachts was het eindelijk stil. Ja, en ik moest al opstaan om 7 uur. Dus ik had heel weinig slaap binnengekregen in mijn lichaam. Ja, en zij viel dan terug in slaap zo in mijn auto. Mijn voornamelijke liefde doen. Ja, en dat is aanstekelijk als iemand in slaap ligt. Ja, en ik was voor mij aan het proberen nog te manoeuvreren naar de pechstrook toe. Ik zag dat die lijntjes al zo gingen. Zo richting echt naar de tralies toe. Hè. En ik zeg, nu is het moment de tijd om echt op de pechstrook te gaan staan. Maar het probleem is, ik werd moe en in één keer deed ik dit. Viel ik weg. Dus de stuur en al meegenomen richting de vangrails. Ik geschuurd tot en met. Direct klaar wakker. Ja, mijn voornamelijke schat ook volledig klaar wakker. En dan had ik dus schuren. Dus krassen van vooraan in een auto tot achteraan in een auto. En ja, ik was dus onderweg naar zee toe. Om ook naar Wouter te Hoge te gaan. Ik ga even drinken. Dus Wouter had gezegd, je gaat deze nacht niet meer terug naar huis toe. Ik trakteer je op een hotelletje. En daar ben ik, daar ben ik hem nog altijd 100% dankbaar voor. Bij deze heb ik het nu even het ongeval eens uitgelegd. E-mails pro viewbot. Grote ongeval, jongen. Dankjewel. Dan gaan we door naar 870. Daar zijn in totaal 6 reacties op gekomen. Shoutout voor Escaping Belgium. Escaping.be. Zeker daar naartoe gaan, want het is een zeer goede escaping room. Want Steven Wouters ken ik ook in het echt. Die heeft dat echt heel mooi op poten gezet. En sindsdien zijn er meer escaping rooms gekomen. Maar hij was, hij was een van de eerste hier in België die dat ook heeft opgericht. Bij deze, dus over de escaping.be. Hugh G Reaction. Mooie timeslapse. Dankjewel. Frozen. Toppie! Oké. Mooie timeslap, Dimi. Doe zo voort. Dankjewel. Dat ga ik zeker doen. Dan Mano Rinalda. Maatschappelijk werkster, zegt Tamara. Oké. Frozen. Ho. Psycholoog is de benaming. Dankjewel, Frozen. En Carolien Neven zegt dat ook nog een keer, maar ik ga een keer dat woord zeggen. Hoor, ze is hier een slagje langs mij. Ze derkt nogal, hè? Dan gaan we naar vlog 871. Daar zijn in totaal 3 reacties op gekomen. Ice Swallow Calm. Wanneer een nieuwe intro? Je bent toch geen autovriend? Er gaat binnenkort wel een nieuwe intro komen. Geduld. Pater Pluin. Als het tegen uw goesting is, moet je geen video's meer maken. Hé? Ik doe het nog altijd met mijn passie. Ik doe het graag. Ik blijf het gewoon doen, omdat ik het echt heel graag doe. En mijn schat komt er ook nog heel graag in voor, hè schat? Ja, soms vraag ik, wanneer neem je mij nog eens op? Nu. Ja, maar soms vraag ik dat echt, hè? Ja, dat is wel waar. Daar moet ik je wel gelijk in geven. Amai, zeg maar smakelijk, Tamara. Ja, Tamara had een fotootje gestuurd met het eten. Hugh G Reaction. Doe je eigenlijk soms nog aan magneetvissen? Ja, dat wil ik nog altijd terug gaan doen, magneetvissen. En dat ga ik ook sowieso opnemen. Ook als mijn materiaal terug is aangekomen. Wat ik heb besteld voor, ook voor mijn gsm en al. Ja, zo te houden dat ik rechtstreeks kan filmen. Dan gaan we door naar vlog 872. Oh, dat was echt een leuke dag, hè? Dat was echt een hele leuke dag. Daar zijn in totaal 10 reacties op gekomen. 21, 21, Dimitri, nu zit je er toch wel mee aan het spelen, nee. Je zit gewoon achter die jongen gaan staan waar ze nu anderhalve meter naartoe. Waar is nu die halve... je weet dat je nu verplicht zit om 2 weken in quarantaine te moeten blijven, nee? Dus even kijken. Ik stond redelijk ver daarvan af. Maar dan er niet meer. Dat klopt. Je hebt gelijk. Maar iedereen stond daar ook op elkander, dus... En dan... Heeft nog Anusbekker nog iets geschreven, dus daar staat een volledige link daarin. Dit is de grootste sluis ter wereld. Waar jij staat is niet eens een sluis. Dus je hebt weer al gelogen, Dimitri. Hoe lang gaat dit duren voordat je Bea weer gaat bedriegen met Kaat of iemand anders? Ik ga Bea nooit bedriegen en dat weet Bea ook. En waarom dat daar nu weer al eens moeten achterhalen? Stop eens alsjeblieft met mijn exit erboven te halen. Dankjewel. De eerste dat en al. En tweede, wij zijn niet naar de grootste sluis ter wereld gegaan, maar we zijn naar de grootste sluis van België gegaan. Ik heb nooit gesproken over de grootste sluis ter wereld. Nooit. Zo'n goede dierenkenner zit je niet. Hey Dimitri. Antenborog. Salamanders zijn amfibieën. Dus leven in de buurt van water. Dit is dus geen salamander, maar een hagedis. Dankjewel voor dat aan te geven. Dus dat we daar een foutje hebben gemaakt. Wow, 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 wow. Dan Hugh G Reaction. Mooie natuur daar. Dankjewel dat we daar naartoe zijn ook getrokken. Dimitri. Dan Anusbekker weer aan. Dimitri, hoe kan dat je plots zoveel extra abonnees hebt? Maar de views blijven laag. Er klopt iets niet volgens mij. Ik heb geen bots of geen dingen op mijn YouTube kanaal laten connecten of laten abonneren of subs voor subs. Heb ik ook nooit gedaan. Dus ik weet ook niet hoe het komt dat die abonnees zo in één keer zijn aan het stijgen. Maar ik heb daar zijn wel een antwoord op gegeven. Dus ik ga dit aangeven bij de politie, denk ik. Als je naar de politie gaat, dan heb ik daar ook bij geschreven. Ze gaan met u echt met uw eigen lachen, hè. Met jou. Want, en dan? Boeien. Voilà. En dan Anusbekker, dus daar heb ik geschreven van, je doet maar wat je niet laten kan. Veel succes. En dan hij weer al. Hoezo, waarom zit je nu zo aan het doen? Iedereen kan zien dat jij niet eerlijk aan het spelen bent. Dat je erover, hé, manneke. Nee, ik heb nooit of te nooit bots of zo laten komen naar mijn YouTube kanaal. Nooit. Huh, wat? Ja, dus dat ik in één keer zoveel abonnees heb bijgekregen. En nu denken ze dat ik dat door een bots heb gedaan of sub voor sub. Maar dat heb ik nooit gedaan. Want daar komt zoveel tijd ook weer in bekijken. En daarbij, hoe kan je dat doen als je vaker bij mij zit dan bij je eigen thuis? Dat ook nog eens. Voilà. En hoe komt het nog telkens keer dat er abonnees zijn bijgekomen terwijl dat ik aan het werken ben? Daar moeten jullie ook zo wat na aan het denken. Dan moeten jullie toch ook zo denken van... Nee, Dimitri zit hier niet achter. Zit er iemand anders erachter? Ja, die doet maar. Maar ik kan daar niks tegenop doen, want ik weet niet de persoon die dat doet of zo. Ik kan niemand beschuldigen bij deze, hè, schat? Ja. We zullen ook niemand daarvoor beschuldigen. Ja, ik had weer al door, schat. Dan... Nog een keer van Anusbekker. Excuseer. Dimitri, ik snap wel dat je een mondmasker wilt dragen. Maar als je die zo aandoet, zodat wij wijze van spreken half hoeam, erdoor kan, heeft het toch ook geen nut. Dan kun je eigenlijk gewoon beter helemaal niks aan doen. Want nu zit je met vals gevoel van veiligheid aan het spelen. Zo kun je Bea zelf ziek maken en Bea draagt het zelf ook niet. Goed, dus jullie gaan iedereen ziek maken. Als je er zo over denkt, mij niet gelaten. Het is niet... het is te zien waarom Alken het zwaarst getroffen stad van Limburg is. Volgens mij komt dit door u, Dimitri. We zijn niet meer de zwaarste getroffen gemeente, want wij hebben al 2 weken al 0 besmettingen. Dus komt het dan door mij? Nee. Waarom dat het is gekomen dat wij het zwaarste getroffen gemeente zijn geweest hier in Alken? Dat komt omwille van 2 factoren. Er was nog een reunie, 5 geweest, juist voor de lockdown van de corona. Maar toen was er nog geen sprake van een lockdown. Dan ga ik er ook nog even bij zeggen. En dan was er ook nog eens ergens nog een feestje geweest. Nog een paar dagen voor die andere feest. Ja, en daar zijn dan heel veel besmettingen naar omhoog gegaan in Alken. Daardoor was het in Alken het meest besmette gemeente. Want je weet, als je in een ruimte zit, corona kan zich verspreiden op een half uur tijd over de ganse ruimte. Bij deze. Tamara Rinalda, wat een geweldige vlog. Wat is de natuur daar prachtig. En de sluis is wel iets groter dan de sluis bij mij in de buurt. Hahaha, dat is wel waar. Want ik heb het ook wel even opgezocht op Google. De grootste sluis van België. Dan vlog 873. Er zijn daar nog reacties op gekomen. 0 reacties. Dan gaan we nog gewoon naar Discord toe. Q&A. Ik trek altijd een lijn. En onder die lijn betekent dat dat voor de nieuwe Q&A is. Oké. Piet Utenbroek. Wil je een gelukkige verjaardag wensen aan mijn lange vriend Medix-Rek. Bij deze. Of Medix-Rek. Bij deze. Eddie de Futurist. Wat is het eerste priemgetal dat volgt op 14? Dat weet ik niet. Ik ook niet. Dat weet ik echt niet, Eddie. Eddie, ga opnieuw. In je vorige Q&A liet je zien dat mensen die naar je video's kijken slechts 5,9% van de video afkijken. Ze kijken dus maar een klein deeltje van de video. Hoe komt dat, denk je? Dat ik het niet weet, want dat zijn altijd nog altijd hun eigen keuze als ze mijn filmpjes willen afzien, ja of nee. Mij niet gelaten. Ik ben op zoek naar de nieuwe broek en... De naam ben je vergeten. Ah ja, Dr. Heusdens. Ik ben op zoek naar een nieuwe broek en zag eentje van €100. Waar ik 22% korting op kreeg. Helaas ben ik niet zo goed in rekenen. Weet jij hoe duur de broek dan is? Als je 100% hebt en je krijgt daar je hebt 100 en je doet daar 22% af van de 100%. Dus je moet eigenlijk 100 min 22 doen, dan kom je op A uit op 78. Bij deze. Dan Nado, keihard man, bro, ik zeg je eerlijk. Dan had ik daarop geantwoord, thanks. Marleen van tegenover, voel je je soms niet schuldig dat je wat veel met de auto rijdt voor het milieu? Ik ben niet de enige die heel veel rondrijdt met de auto. Er zijn nog heel veel andere mensen die ook nog veel rondrijden met een auto. Je hebt de vrijheid in een auto, hè? Dat is het. En ik kom daar ook nog eens, en ik kom daar zelfs, en zij komt dan ook nog zelfs tot in ruststand. Bij deze. Dan, klassieke Suzie, de hoogcentuur van Syco TV is stilgevallen. En het kanaal bevindt zich momenteel in een stagnatiefase. Hoe verklaar je deze plotse terugval? Suzie, iets minder moeilijke woorden, dank u. Ik versta er totaal niks van wat je hebt gezegd. Ik ga het even eens nalezen. Zet ze even op mijn schoot, alsjeblieft. Oké. Ja, staat er nog. Waar? Hier. De hoogst komt nu cultuur van Syco TV is stilgevallen. En het kanaal bevindt zich momenteel in een stagnfase. Hoe verklaar je deze? Ah, ik denk dat dat van de abonnees zijn wat ze bedoelt. Ja. Dat ik het ook niet weet waarom dat in één keer stilgevallen is, maar ik ga even wel uitstappen. Waarom? Ik heb mijn jas even uit, want ik zweer. Kan je eens een kleiduif impiteren? Wie zei dat? Eddie de Futurist. Kleiduif imiteren? Nee, dat kan ik niet. Bij Jonas, ja. Is er een mogelijkheid dat zou je kunnen uitspreken als Loranne en niet als Loranne? Dank bij voorbaat jegens Loranne. Oké, ja, dat zullen we doen, Jonas. Ik heb mijn best doen om dat te kunnen uitspreken. Ik heb daarop oefenen. Ja, en probeer het ook te onthouden, maar dat is soms niet gemakkelijk. Kiever. Stel je hebt een kind en die kwam naar huis en met een zwarte persoon als lief. Hoe zou je reageren? Ja, die vraag is voor jou nu, hè? Ik heb daar niks op tegen. Bijvoorbeeld, als men, want het gaat over een dochter, hè? Over een kind. Over een kind? Stel je een kind en die kwam naar... Ja, hoe zal ik daarop reageren? Ik weet het niet. Dat hangt van het moment zelf af, denk ik. En als het moment daar, ja, dat zal nooit bij ons gebeuren. Nee. Dus we zullen nooit een kind hebben, dus we kunnen daar ook geen echt antwoord op geven. Ja. Remco, zou je een kind abonneren? Adopteren. Adopteren. Zou je denken? Nee. Omwille van, als het financieel niet aan kan, dan doen we het ook niet. En een kind moet ook wel deftig kunnen opgroeien in een goede omgeving. Wat bedoelen ze met dit? Heb je een 1028? Suzie, ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Wat is een golden shower? Van dezelfde persoon trouwens. Suzie. Een golden shower, dat is eigenlijk een seksterm waar ik niet op verder ga op ingaan. Dus dat is iets van in de sekswereld en daar ga ik niet verder op in. Ben verdikt. Dat is een energiedrankje van de Aldi, denk ik. Dan heb je, nee, dat noemt Golden Power. Ja. Niet Golden Shower, maar Golden Power. Dat wou ik ook al zeggen. Oké, dan Remco. Wat is de SKWRRRTEN? Wanneer komt er merch van Syco TV? De merchandise van Syco TV, dat hangt af van de donaties. Als ik de 500 euro donaties heb, dan ga ik kijken voor een t-shirt te laten drukken en al. En die wel om een heel vriendschappelijke prijsje te kunnen verkopen. En wat is SKWRRRRTEN? Ik bedoel dan, ik denk dat je dan beter bedoelt BRNTT bedoel ik. Daar is een persoon ook op Discord. Dan Dr. Heusdens. Hoe komt dat de vlog 873 meer duimpjes omlaag heeft dan omhoog? Daar kan ik ook niks op verklaren. Ik weet het totaal het antwoord. Niet waarom dat er meer duimpjes omlaag zijn dan duimpjes omhoog zijn. Misschien dat het met de beeldkwaliteit kan te maken hebben. Dr. Heusdens weer. Hey Timmy, ik wil uw boekhouder worden. Moest je ooit naar een kleine of een grote vernootschap groeien, is dat voor mij geen enkel probleem. Kan zowel vereenvoudigde als een dubbele boekhouding. Waar kan ik solliciteren? Je kunt momenteel nog, dat ga ik sowieso eens in de groepsgesprek ook gooien van al de admins te samen, zoals Simon Buys, Tamara, Mano. Ik ga niet alleen beslissen hierover, want als ik die beslissing neem en ik maak echt een zeer grote foute beslissing in mijn leven. Gewoon toeklappen. Gewoon uitschakelen, ja. Dus, heeft u die dinges al, die... Wat je met je vorige computers hebt. Of moet ik die gewoon via die knopje doen? Ja, gewoon via die knop, hè, ja. Dus ik wil geen grote misstap ondergaan, dus ik ga het even ook voorleggen aan Mano, Tamara, Simon Buys. Ook, jij gaat er ook aanwezig zijn voor te kijken hoe het beste kunnen beginnen met Syco TV. En als dat ene keer goed van de grond gaat komen en daar is geld mee te verdienen, kan ik ook mensen in dienst nemen waar ik ook mee kan aan voor betalen. Die is uit, hè? Die is uit, ja. Mannekes, ik heb het warm gekregen. Wij staan hier ook wel redelijk mooi in de natuur. En bij deze wil ik er ook bij zeggen van mij uit hoe het nu gaat. Ja, vertel daar dan eens wat over. Ik heb een heel leuke weekend gehad. Oh ja, echt een heel leuke. En daar was mijn depressie even, heb ik daar even niet aan gedacht. Maar nu dat de week weer is begonnen en zo, heb ik weer moeilijkheden met mijn gedachtes. Dus dat gaat met ups en downs. Dus kijkers, dus beste fans ook van op Discord-chat. Dus ik weet dat jullie ook de video aan het bekijken zijn. Mijn schatje heeft wat rust nodig, daarom dat ze ook niet... bijna niet. Dus dat zij wel reageert wel op Discord, maar niet altijd. Ja. Dus als zij niet reageert, ga ook alsjeblieft er ook niet op hunsteren. Dat betekent dat zij nu tijd aan het maken is voor haar eigen. Ja, en dat ik vooral aan mezelf nu op dit moment moet denken. En ook aan moet werken. Ja. Maar schat, één ding ga ik sowieso ook zeggen, dat mogen de kijkers ook horen. Je zit echt je best aan het doen om het terug naar het normale leven terug te leiden. Ja, ik ga niet voor niks aan de deurpaal trekken bij de... Ik kan die woord niet uitstreken. Ja, ik weet wat je bedoelt. De kijkers zullen ook wel weten wat je bedoelt. Bij spiegziloog. Ja. Heb ik het goed uitgesproken? Ja. Spiegzilogen of zoiets. Je blijft erop oefenen, jongens. Ik meen het. En meisjes. En ik ga sowieso al één ding zeggen. Ik ga de vlog hier stilkens af aan ook al beëindigen. Dus ik hoop dat jullie een hele leuke Q&A hebben gehad. Ik heb nu niet in één keer... Wat er heb gezegd is dat een autistische tik. Nee, ik wil wat lollig doen. Mag dat ook niet eens? Oké. Dus bij deze. Heb ik het ook niet in een snelle tempo alles afgelezen. Ik heb het traag gedaan. Ik hoop dat het duidelijk is. Laat het hier in de reactie weten. Als het ook echt duidelijk is geweest. Heb ik het nu beter gedaan? Ja of nee? Laat het mij gewoon weten. Is het desnoods via Discord? Of is het desnoods via hier die comments hieronder? Laat iets weten als ik het goed heb gedaan. Want ik wil ook leren van mijn fouten. Ja. En bijvoorbeeld als ik eens iets niet goed doe, laat dan ook weten. Want dat is wel fijn voor ons allebei. Dat we eraan kunnen werken. Ja, dat wij sowieso het meekrijgen van wat we fout doen. En dat we daar dan aan kunnen werken, ja. Voilà. Bij deze. Dus heel veel bedankt om weer te kijken naar deze vlog, naar deze Q&A. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren. En... op de belletje te drukken, want dan blijf je op de hoogte van wanneer een video online komt. Doei! Dat is haar woord altijd, hè? Doei!